Oké, ik was mijn intro vergeten op te nemen, maar hallo, ik ben Amber. Welkom bij deze video en welkom bij basically een pagina in mijn dagboek. Oh yeah! Holy shit. Wat ik nu heb gedaan, ik ben zo fucking trots op mezelf. Ik heb 10... Ik ben letterlijk gestopt en heb mijn telefoon erbij gepakt, dus ik moet er helemaal op adem komen, maar... Ik heb 10k gerend. Holy shit. Oh, dat is echt niet normaal. Ik ben zo fucking trots op mezelf. Ik had niet gedacht dat ik dit nu al zou halen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik 3 oktober bij de single loop in Utrecht wilde ik 10 kilometer kunnen rennen voor kanker. En ik dacht, wow, ik moet echt even eraan gaan werken, want anders gaat het gewoon niet lukken. Want ik had echt al weken niet hard gelopen. En ik ging nu en ik dacht, oké, ik ga de beginstand kijken. Elke keer kreeg ik last van mijn knieën. Dus daardoor ging ik al eerder stoppen dan dat ik eigenlijk echt zou kunnen. Dus ik dacht, ik ga nu kijken hoe ver ik kom zonder mijn knieën te verneuken, of course. En dan weet ik wat mijn beginstadium is. En toen dacht ik ineens, weet je wat, ik ga dit gewoon doen. Ik denk, ik ga gewoon lekker mijn record verbreken. En... vanaf de 6 minuten, ik had niet verwacht dat ik dit zou halen, echt, oh mijn god. Vanaf de 6 minuten was ik zo kapot al, dat ik dacht, wow, ga ik de 5 kilometer wel halen, want dat is mijn normale rondje. Vooral omdat ik al zo lang niet was geweest, ik ben helemaal bezweet, echt zeiknat, kun je het zien? Sorry, ik ben snel afgeleid, maar ja. In ieder geval, ik wou dit even dit moment vastleggen, zodat je weet dat er altijd hoop is. Ik ben een paar jaar geleden ondertussen wel, maar begonnen door met een vriend langs de weg te gaan rennen. En het was oprecht 100 meter en ik was helemaal kapot. Ik heb inspanningsastma, ik ben er overheen gegroeid door het sporten. Maar ik was helemaal kapot en ik ben begin deze quarantaine ook begonnen met 1 minuut rennen en dan 2 minuten lopen en dan dat opbouwen. De corona-quarantaine die heeft best wel veel impact op heel veel mensen. Gezien het feit dat heel veel mensen zijn die in een sportschool rondlopen en niet meer kunnen sporten. Maar nou had ik toevallig het geluk dat ik net was begonnen met een vriend van mij om te gaan hardlopen. Wat eigenlijk ervan uitkwam dat wij dronken waren en zeiden, I can run that far. En toen hadden we afgesproken om 5 kilometer te gaan rennen bij de marathon van Rotterdam. Wat helemaal niet zo heel veel is, maar ik kan niet veel rennen. Ik heb echt moeite met 1 kilometer. En toen had ik een paar dagen gehad. Toen dacht ik, wow, dit is eigenlijk best wel chill. In plaats van 5 kilometer had ik hem geappt. Ik zei, yo, we still on? En hij zei, ja, tuurlijk. Zei ik, wanna make it 10? En toen hadden we dus afgesproken, yo, let's do it. We gaan 1/4 marathon doen. Diezelfde dag zei de marathon van Rotterdam, we gaan niet door, want corona. En ik dacht, ik ben eindelijk gemotiveerd, dan stopt het. Er is dus net op het nieuws verteld dat de marathon in Rotterdam niet doorgaat. Dus dat is echt jammer, want ik was daar best wel naar aan het uitkijken. Ik ben nou elke dag aan het trainen om dat te kunnen doen. Blijven doortrainen. En op zoek naar een nieuwe marathon. Maar ik vind het wel heel jammer. Dat ging dus niet door. En er zijn heel veel dingen die niet doorgaan door corona. En toen dacht ik, als de sportscholen maar open blijven, dan ben ik oké. En ik was toch van plan om ondertussen te blijven rennen. Om gewoon te blijven oefenen, zodat ik zodra alles weer gewoon doorgaat op een normale manier, dat ik dan die 10 kilometer kan halen. Op een iets meer realistische manier. Dat was wel een beetje makkelijk ingeschat, denk ik. Ja, en ondertussen ben ik dus nog steeds aan het rennen voor die marathon die hopelijk ooit in de toekomst gaat plaatsvinden. Ik ga mijn lange route beginnen. You will see that soon. Let's go. Dit. Ja, dus ik heb gewoon een uur gerend. Een uur en 2 minuten of zo. En ik heb geen pauze gehad. En het enige moment waarbij ik eigenlijk pauze kon hebben was bij de stoplichten. Maar ik ben zo iemand die dan dit doet. Wacht, ik zal het even laten zien. Dan begrijp je wat voor idioot ik ben. Ik vond het er altijd heel grappig uitzien als mensen dit deden, maar ik begrijp het nu wel. Stel je voor, stoplicht. Dan zit ik zo. Ook makkelijk een beetje zo heen en weer te huppelen. Want dat is de enige manier om je hartslag hoog te houden. En dat is toch wel heel erg prettig als je aan het rennen bent, want anders dan ben je eruit. Plus ik vind het wel spelen als je stopt. Dus ik heb geen pauze gehad. En Nijmegen is echt dit. Overal allemaal heuvels en dingen. Ik denk dat ik zelfs kan zien hoeveel meter ik naar boven en beneden ben gegaan. Dus dat zal ik wel even in beeld zetten. Maar
Ja. Wow. Dus het is eigenlijk nog veel moeilijker geweest. En ik dacht, ik ga een rondje over de bruggen, want dan kan ik zien hoe hoog het water staat. Want momenteel is dus de waterrampsituatie. Die staat hoog. En ik was eerst over de bruggen gegaan, ben daarna nog langs de Waalkade gegaan. Dus toen heb ik het ook nog van dichtbij gezien vanaf de andere kant. Toen heb ik nog een heel rondje gedaan in wherever the fuck I am right now. Ik moet dadelijk Google Maps erbij pakken om te kijken hoe ik in godsnaam naar huis kom. Want ik heb echt geen flauw idee waar ik ben. Ik heb zeg maar zo'n regel met mezelf. Als je bij stoplichten stil moet staan, dan ga ik naar rechts. Want dan kun je doorrennen altijd. Dus ja, ik heb geen idee waar ik nu ben. maar dat komt wel goed, want ik wil toch nog even uitlopen. Dat is wel goed voor me. En aangezien ik nu toch dit momentje heb om even met jullie te praten, wil ik ook nog even dus mededelen. 3 oktober ga ik meedoen aan de Single Loop in Utrecht. Daarbij ga ik 10 kilometer rennen. Wat ik dus nu ook heb gedaan. Echt holy shit. Eigenlijk 10,3 trouwens. Want Strava was er al eerder dan mijn Apple Watch. En ik wilde het op allebei halen. Dus dat ga ik rennen. Ik ga gewoon mijn snelheid verbeteren. En dat ga ik doen voor kanker. Dus ik ga rennen voor kanker. En 1 op de 3 mensen in Nederland krijgt nog steeds de diagnose kanker ooit in hun leven te horen. En dat kunnen dus jij, je moeder, je beste vriend, je oma of je buurvrouw zijn. En om dat te voorkomen kun je dus geld doneren om onderzoek naar kanker te verbeteren. Zodat de behandeling beter wordt en dat jouw geliefde misschien wel gered kan worden. Of in ieder geval het leven heel veel beter gemaakt kan worden. Dus mocht je dat leuk vinden en wil jij een superheld zijn, ga dan voor 2 biertjes minder in de kroeg gewoon even doneren op de link die ik hier heb gelinkt. En dan kun jij misschien wel levens redden. Dus ben een superheld, doe dat. Abonneer gelijk ook even op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog en laat in de reacties weten wat jouw doelen zijn voor dit jaar. En dan zie ik jullie volgende week woensdag om 9 uur. Oh, dit is toch niet normaal. Voelt wel heel satisfying altijd als je helemaal... Oké. Update. 1 week later en we zitten aan de 11 kilometer. Woo!